Ja, natuurlijk Fischie weer en vandaag weer een nieuwe aflevering van Hoger Lager. Jawel, we zijn aangekomen bij de steltchopper en de steltchopper moet ik 2 keer halen. Gaan we dat halen? Het zou leuk zijn, even kijken waarmee ik vandaag ga spelen. Ik denk dat ik gewoon met de Emtar ga spelen een keer. Emtar is ook een hartstikke leuke wapen om mee te spelen. Dus dan gaan we daar maar een keertje mee doen. Kijken wat ik erop heb staan. Precies, ik heb de Emtar Ghost and Black Jacket. En we gaan even een paar mensen muten. Want daar heb ik echt gewoon lekker zin in om te muten. Want daar worden we helemaal gek van. En dan kunnen we niet eindigen. 2 keer de steltchopper. Ja, het lijkt alsof het even heel erg makkelijk is. Maar dat is het natuurlijk even gewoon niet. Ik heb trouwens geen C4, zie ik geen ding. What the fuck? Nou, laten we er gewoon lekker voor gaan, zou ik zeggen. What the fuck? What the fuck, man? Ze doen helemaal niets. Nou. Losing C. Securing Alpha. We lost C. Dus dat betekent dat we hier even gaan staan. Hostile UAV above. Ja. Daar zat jij. Even kijken of hij een sniper misschien een tactical insertion heeft. Nee, dat heeft hij niet. Heet! Kom op nou! En waarom heb ik dan weer mensen die echt ultra slecht zijn bij me? Mag ik zelf ook niet goed met 1-3. Maar dat is wel lekker. Zo'n double kill. Dat is wel lekker. En dat zijn 2 man. En eentje zit dus vreselijk te campen waarschijnlijk voor zijn orbital V-set. Dit is een beetje het probleem dat ik tegenwoordig alleen maar tegenkom op Black Ops 2. Mensen die in team spelen. En nou, daar komt een lightning strike. Nou, dat valt mee. En de eerste quitters zijn alweer bij ons bekend. Met 0-4 en 0-5 nog wel erin blijven natuurlijk, want ja, jij gaat goed. Tjonge. Holy fuck. Wegwezen. My god, dat meen je niet! Daar te kut campen. Ze doen helemaal niks, man. Even kijken hier, even kijken daar. Up! Hallo, kom op. What the fuck, zeg. 7-6. Ah nee, kom, zit er eentje weer daar te wachten. Try hard. Kut lobby. Eigenlijk. Dat was slecht. En zo'n, hoe heet ik weer, zo'n... Zo'n ding is wel heel erg sterk natuurlijk. Al is hij... wel het kut behandelen. Nou. Kom op. Oh, net zeggen. Kom op, jongens. Kom op helpen. Be advised, hostile care package inbound. Wauw. Hostile UAV above. Oké, dat is niet... Oh, nee. Jezus, mensen. Oké. Nou. Kijken waar we nu
zijn. Oh. Ik kijk toch daar! Kom op nou, precies op dat moment. Dit is gewoon een geintje toch? Er gebeurt helemaal niks in deze lobby. Nou, ik moet maar gokken zo. Ja, ik weet het anders ook niet. Oh nee. Kom op. 15-10. 2-13 bij ons weer. Kom op. Nou, dat is echt kut toch dit, hè? Die gasten letten ook echt niet op. Ik heb een 15 kills en ik heb echt wel eigenlijk voor mijn gevoel al helemaal geen reet gedaan. Moet kijken de rest van mijn team. Jezus mensen. En trouwens niemand in deze lobby gaat goed. Ja, die ene 25-9. En die andere gast is volgens mij gekwit. Oh nee, die ene Energy die had 8-0. Die heeft nou 13-8. Niemand doet wat gewoon in die hele game. What the fuck zeg. Nou, ik heb nog wel een probleem. Ik moet in 5 minuten tijd moet ik nog eventjes 2 steltchoppers halen. Dat gaat me heel erg moeilijk worden. Ah, kom op. Ook of capture kills maken, heel veel. Of weet ik veel hoe... Ik heb iemand bloodthirsty. Vind ik al heel wat. Kut, war machine. Oké, kom op. Come on, wherever you are. Oké, eerst stealth chopper is binnen. Kut! Fucking hell. Capture kill. Kut! Niet! Defend kill. Moet capturen. Oké. Fucking hell! Kut camper met je! Bouncing Betty! God kan leren. Ging goed. Oh my god. Come on. Ik kill je toch. Ik kill je toch, Wiebo. Come on. Oh my god. Nee. Please, niet spawnen hier. Oké, nice. Oké. Come on. Ik hoor je. Come on. Nou, dan pakken. Ik zag iemand lopen daar. Kijk naar mijn score. Oh. Come on, waar zit je? Oh!
Kom op. Kom op. Come on. Come on. Hoe gaat het? Come on. Oh. Even mijn knife. Kut. Maar ja, ik heb hem wel gehaald. Oh. Godkolere. Veertig kills ook nog. Ik wil het gewoon per se halen. Ik wil gewoon proberen zo snel mogelijk die dingen te halen. Oh, jezus mensen. Wat een aidslobby was het. En ik heb toch mazzel. 5000 punten precies. 40-14. 7 cups. Oké. Okay. Nou, vergeet niet even een duimpje te geven natuurlijk. 2 keer Merciless streak trouwens ook nog gewoon. Even 2 keer 10 streakje. Dus door, hè, zonder de steltjopper. Dus op zich, nou, redelijk gedaan. Moeten we de volgende keer doen. Of volgende keer heb ik wel eigenlijk een lichte voordeel. Al is het wel 100 punten meer, maar het is de Orbital V-set. Dus dat is wel een licht voordeel. Dat ik de Orbital V-set moet gaan halen 2 keer. Want dan kan je natuurlijk gewoon de tegenstanders zien op de radar. Dus dat scheelt weer. Maar ik zou zeggen, jongens, geef me een duimpje omhoog. Tot de volgende aflevering, tot de volgende keer en bye bye.